Hallo, het is eind april 2024 en ik sta hier in Helsinki voor de Witte Dom, de Lutherse kerk hier in Helsinki. Ik ben hier op uitnodiging van Metsäwood, de maker van LVL, dus Laminated Veneer Lumber. Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat ze daarover te vertellen hebben. Ik ben nog nooit in een LVL fabriek geweest en daar gaan we heen, dat is mooi. We gaan ook naar een bos, want ze gaan vertellen aan ons, een gezelschap van internationale vakjournalisten, over hoe ze hun bosbeheer gaan aanpakken, wat nog strenger zal zijn, begrijp ik, dan de bestaande FSC en PFC regels, waar ze over het algemeen gecertificeerd voor zijn, maar het wordt nog strenger, omdat ze hun bossen willen gaan aanpassen, omdat het hier in Helsinki en dus in Finland waarschijnlijk sneller zal gaan opwarmen dan in de rest van de wereld. 6, 8 graden over een jaar of 20 verwachten ze het hier warmer te zijn. Dus daar moeten ze hun bossen op aanpassen. Duidelijk voorbeeld van dat men veel meer resthout laat liggen. Beter voor de ondergrond, terwijl ze eigenlijk ook wel weer trots zijn op de hoeveelheid hout van elke boom dat ze weten te gebruiken. Maar ze laten dus echt speciaal onderdelen staan om de biodiversiteit te stimuleren. Nou, allemaal super interessant. Ondertussen die klimaatverandering. Het heeft gesneeuwd in Helsinki in Finland eind april. Dus dan lijkt het weer mee te vallen, maar we weten allemaal dat het een reëel probleem is. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ga ontdekken en wie ik allemaal ga ontmoeten. En ik hou jullie op de hoogte. Metsäwood, hartstikke interessant. Ze gaan over een paar jaar gaan ze een nieuwe LVL-fabriek erbij openen. Ze hebben er al twee met in totaal 5 lijnen. Of 4, dat wil ik vanaf wezen. Dus er komen er nog 2 bij. Waarmee ze iets van 50% van hun huidige productie gaan vermeerderen. Heel leuk om een keer echt dat proces te zien van dat schillen van die bomen. En je gebruikt echt heel veel hout van een boom als je het schilt en daarna weer verlijmt. Ook heel erg interessant om te weten dat wij in Nederland LVL vooral beschouwen als een houtbouwproduct en als plaatmateriaal en als soort van versteviging voor architectonische houten gebouwen. Terwijl het bijvoorbeeld in Amerika veel meer een commodity is, een product wat je gewoon in de handel kan krijgen, heel bekend is en voor bovendorpels wordt gebruikt en overstekken en allemaal dat soort producten. Dus als je iets nodig hebt dat sterker is dan gewoon hout, want het is natuurlijk een stuk duurder, maar het heeft natuurlijk hele bijzondere, hele krachtige eigenschappen. En ik was erg onder de indruk ook van de fabriek waarin ze de verschillende dichtheid van de fineerlagen weten te onderscheiden en dan dus de zwakkere fineerlaag in het midden leggen en de sterke aan de buitenkant, waardoor je een extra sterk product krijgt. Ze cross-laminaten gedeeltelijk ook hun plaatmateriaal, waardoor ze weer een nieuw type Kerto maken, Kerto Q. En ze hebben Kerto S, dat is als Blue Lam, en Kerto Q, dat is als, een beetje als CLT. En heeft vergelijkbare eigenschappen, maar is dunner. Dus ze hebben echt best wel veel om voor zich te pleiten. Zo, mijn bezoek aan Metsäwood zit er weer op. Ik loop nog een beetje rond in Helsinki. Langs onder andere dit Odin-gebouw, niet zo lang geleden opgeleverd. Het is de centrale bibliotheek van Helsinki met een prachtige houten buitenkant. Van binnen helaas vooral van staal en beton. Wat wel heel grappig is, op de verdieping hebben ze dan het staal dan weer bekleed met hout, zodat het lijkt alsof het houten kolommen en liggers zijn. Dus houtbouw heeft ook zelfs van zichzelf een soort van esthetica. Ik was erg onder de indruk, hele vriendelijke mensen en allemaal veel optimisme over de houtmarkt in alle opzichten. Dus een leuk bezoek aan Helsinki.